Oké, in deze tutorial wil ik je laten zien hoe je de MikroTik Cloud Router Switch 300 series als volwaardige switch kunt gaan configureren. En dit zeg ik hier omdat RouterOS zowel routing kan uitvoeren en switching. En zelfs beide kunnen gaan combineren. Maar ik wil dat hier niet in deze tutorial. Ik wil deze als een volwaardige switch configureren. Goed, het eerste punt wat ik hier moet doen is sluit de MikroTik Cloud Router Switch 326 aan op je PC of laptop en voorzie deze van stroom. Goed, en dan gaan we de MikroTik Cloud Router Switch gaan resetten met de default configuratie. We gaan ook het IP-adres van de bridge volgens uw netwerk gaan wijzigen. Oké, dus we gaan even naar de switch toe. Hier zie je de Cloud Router Switch 326 in dit geval. En ik ga hier met het MAC-adres gaan inloggen. En waarom met het MAC-adres? Omdat we later in deze tutorial hier het IP-adres moeten gaan wijzigen. Deze is nu gereset naar default configuratie, maar ik ga dit nog eens voordoen. Dus ga naar System, Reset Configuration en hier gaan we niets aanduiden. Reset Configuration. En we gaan bevestigen met yes. Dus de switch gaat nu gaan resetten en de default configuratie gaat worden ingeladen. Ondertussen gaan we even kijken op onze lijst. En wat is er al gebeurd? Ja, uiteraard is de switch van stroom voorzien en is aangesloten op de PC. En ik heb de switch al gereset met default configuratie. En daarna ga ik het IP-adres wijzigen van de bridge naar gelang mijn netwerk. Goed, ik ga even kijken of deze bereikbaar is. Oké, goed. Dus je ziet hetzelfde venster. Dit is een herhaling van wat ik daar juist heb gedaan. En nu gaan we naar IP-adresses. En hier bij default configuratie staat deze op 192.168.88.1. We gaan hier op dubbel klikken. Ik ga dat wat uitvergroten. Zo, oké. Ik zal dat zo wel doen. Oké. En we gaan deze aanpassen volgens het netwerk. Neem nu dat je een netwerk hebt 192.168.100.0/24, ga ik hier 100.2 van maken, omdat de router waarschijnlijk 192.168.100.2 gaat hebben. En indien dit het geval is, is gewoon apply, je ziet dat hier veranderen. Dit gedaan zijnde, dus dit hebben we uitgevoerd. Dus punt 2 is ook al in orde. Voer een default route in, zodat de switch bereikbaar is in je netwerk. En wat gaan we doen? We gaan gewoon een router gaan toevoegen. Dus we gaan naar de router toe. IP, routes. En we gaan een default route gaan ingeven. Dit wil zeggen hier. Destination adres is alles van verkeer. En al dat verkeer moet doorverzonden worden via de gateway. En de gateway is je router. 192.168.100.1. Dus niet van de switch, hè? Dus van uw router. Apply. Oké. Goed, en dit is de default route die je moet ingeven.
Wat staat er ons nu te doen? We gaan even kijken. Dus schakel de routerfuncties uit op de Cloud Router Switch, waaronder Connection Tracking. En controleer de packages in System Packages en schakel de niet gebruikte packages uit. Dus dit hebben we hier al gedaan. En we gaan even kijken voor de routerfuncties uit te schakelen, de packages te controleren en de niet gebruikte packages gaan we uitschakelen. En schakel niet gebruikte services in de IP-menu als ook in de firewall-menu uit. Dat ga ik ook gaan uitvoeren. We gaan eerst en vooral naar System Packages. En hier zie je alle pakketten die nodig zijn. Bij default zijn alle niet gebruikte services hier uitgeschakeld. Dus een switch heeft geen hotspot nodig. IP versie 6 wordt hier ook niet gebruikt. MPLS, PPP, routing, wireless, dat wordt hier allemaal op een switch niet gebruikt. Dit is in orde. En wat we nu gaan doen is IP, firewall. En hier zien we service ports staan. Deze poorten gaan we allemaal gaan uitschakelen. Een switch heeft deze niet nodig. Oké, en hier zie je connections, tracking. En connection tracking is gemaakt voor firewalling, dus voor in een router. En aangezien dit hier een switch is, gaan we deze gewoon gaan uitschakelen. Apply. Oké. Het volgende dat we gaan doen, we gaan naar IP, services. En hier gaan we de services gaan uitschakelen die we niet nodig hebben. Dus API hebben we niet nodig, API SSL ook niet, FTP, SSH, Telnet. En we gaan hier juist Winbox gaan gebruiken. Dus de rest gaan we allemaal gaan uitschakelen. En om Winbox te gaan beschermen, kan je hier nu op dubbel klikken en kan je zeggen, oké, je mag inloggen met Winbox op de switch en met welk netwerk? Het privé netwerk, dus uw netwerk. Als dat een ander IP range is, moet je deze natuurlijk gaan ingeven. Apply, oké. Indien je twijfelt, gebruik safe mode. De switch gaat de laatste configuratie niet gaan opslaan, omdat je deze in safe mode hebt geplaatst. Eens je safe mode lost, gaat dit wel opgeslagen worden. Oké, wat moeten we nu nog doen? We gaan naar Tools en we gaan hier bandtest server. En de bandtest server dient om de bandbreedte te gaan meten tussen twee MikroTik routers. En we gaan deze gaan disablen. We gaan deze uitschakelen. Dus apply, oké. En nu ga ik eerst een test uitvoeren. Ik ga kijken of de router bereikbaar is via het IP-adres. Maar ik ga hier eerst even de lijst gaan raadplegen. Schakel de routerfuncties uit op de Cloud Router Switch, waaronder Connection Tracking. En dat heb ik uitgevoerd. Controleer de packages in System Package en schakel de niet gebruikte packages uit. Dit is ook in orde gebracht, want dit gebeurt normaal gezien automatisch bij het laden van de default configuratie. Schakel niet gebruikte services in de IP-menu als ook in de firewall menu uit. En dit heb ik ook gedaan.
En om veiligheidsredenen te garanderen, schakel bij Tools, Mac, Telnet en Winbox server uit. Maar ik wil eerst en vooral zien of ik kan inloggen op IP-adres. Dat ga ik eerst gaan doen. Dus we gaan naar het IP-adres. We gaan connecteren. Ik raak hier binnen in de switch. Dus wat gaan we nu doen? We gaan naar Tools. Mac server. En de Mac Telnet server ga ik gewoon uitschakelen. Mac ping server ga ik volledig gaan uitschakelen. En de Mac Winbox server ga ik ook gaan uitschakelen. Dit wil zeggen dat je niet meer via MAC-adres kunt gaan inloggen. Oké, dat is een grote veiligheid, want je mag nog in je router zoveel firewall rules plaatsen als je wil. Als ze nog kunnen inloggen op MAC-adres, ja oké, dan ben je wel gezien, hè, want dan geraken ze ook binnen. Goed, oké. En we gaan naar IP, neighbors. En neighbors zorgt ervoor dat er een soort van pakketten worden verstuurd op het broadcast IP-adres. En deze gaat gaan zeggen tegen andere routers of switchen van kijk, oké, ik ben deze. Ik ben bereikbaar op dat MAC-adres of IP-adres. En dit gaan we uitschakelen, want daar kan ook misbruik van gemaakt worden. Hier het uitroepingsteken betekent not. En we gaan dat uitschakelen en op non zetten. Dus hier is alles uitgeschakeld. Apply, OK. En als we nu naar Winbox gaan, refresh. Zie je dat er niks, maar ook niks meer te zien is. Doch is deze wel bereikbaar. Zo. Oké, we gaan even naar onze lijst. Dus om de veiligheid te garanderen, schakel bij Tools, het MAC, Telnet en Winbox server uit. Dat heb ik hier ook uitgevoerd. En schakel Neighbors Discovery uit, zodat niemand die op de switch is aangesloten de switch kan zien. Schakel ook de bandwidth server uit. Dat heb ik ook gedaan. Dit en dit. Oké. Bij de switch ga rekening met de hardware offloading voorwaarden om de snelheid van je netwerk te optimaliseren. En hardware offloading zorgt ervoor dat alles van verkeer via de switchchip wordt afgehandeld en dit resulteert in kabelsnelheid. Indien dit niet het geval is dat hardware offloading ingeschakeld is, worden de pakketten via de CPU verwerkt. En dit resulteert in een trager en onstabiel netwerk. Zeer goed onthouden. Goed, ik haal hier even een blokschema bij van de Cloud Router Switch 326. We zien hier, dit zijn de Ethernetpoorten. Hier 1 tot 8, 9 tot 16 en 17 tot 24. En deze worden allemaal afgehandeld hier door de switchchip. Maar bij een verkeerde configuratie wordt de switchchip niet meer aangesproken om pakketten te verwerken. En het gebeurt dan allemaal via de CPU. Daar moet je wel op gaan letten. We zien hier dat als we de CPU gaan gebruiken, dat deze maar 800 MHz is. Je kan geen kabelsnelheid bereiken via de CPU. Dat gaat niet. Hoe kunnen we dat nu controleren? We gaan even naar de router toe. We gaan naar
interfaces. En al de interfaces moeten in één Brits worden geplaatst. Dus als we naar Brits gaan, zie je één Brits en al de poorten staan in deze Brits. De I staat voor inactive, de H staat voor hardware offload. Wat moet je hier onthouden? Je moet zeker en vast, indien je met VLANs werkt, moet je de VLANs configureren in de Brits, niet via interface VLAN. Nee. En als je hier een VLAN aanmaakt, ik noem hier maar wat, VLAN 10 en VLAN ID 10. En je gaat deze hier op een Ether 10 zetten, bijvoorbeeld als trunk. Apply, oké. En ik ga nog één aanmaken, VLAN 20. En we gaan deze eveneens ook zo gaan doorsturen. En als we nu kijken naar interfaces, als je VLANs aanmaakt op deze switch, moet je via de Brits gaan. Dus Brits, VLANs, hier geef je de VLAN in, 10, target. Dat gaan we Ether 10 gebruiken voor de trunk. En untarget moet je dan volledig alle poorten ingeven die je in de VLAN 10 wilt plaatsen. Oké, ik ga dat nu voordoen met bijvoorbeeld Ether 2. En dit kunnen meerdere poorten zijn. Hè? Dat kan tot 24. Maar ik ga je tonen, dit is nog niet alles. Dus apply, oké. Je moet bij poort, dus ik had Ether 2, hier bij VLAN moet je de poort VLAN identificatie ook gaan ingeven. 10. Apply, oké. En als laatste moet je hier bij de Brits, je klikt op Brits, moet je bij VLAN de VLAN filtering gaan aanzetten. Goed, dit is wat betreft de juiste settings van je switch. En indien je natuurlijk niet met VLANs werkt, ik ga deze nu verwijderen. Oké, die is reeds verwijderd. Oké, goed. Dus nu staat je MikroTik Cloud Router switch in een volledige switch modus. En hardware offloading is geactiveerd, zodat je kabelsnelheid gaat bereiken op je netwerk. Goed, dat was het voor deze tutorial. Ik hoop dat deze informatief genoeg was. En indien je vragen hebt, kan je die altijd stellen. Dank u voor je aandacht en hopelijk tot de volgende tutorial.